Als ik naar de troeven van Optimaal kijk, dan is het eigenlijk het didactisch concept. Het didactisch concept is uniek in de markt waar we binnen klasdifferentiatie mogelijk en haalbaar maken. Ik vind het altijd zeer moeilijk om te differentiëren. En zeker wat wiskunde betreft bestaan er wat methodes. Maar telkens als je iets uittest, is het niet altijd gemakkelijk om het te doen. En ik vind met Optimaal heb je het in je handen en je kan het echt gaan toepassen op de manier waarop dat je wilt ook. En je gaat zien, die leerwegwijzer gaat vooral over driehoeken, vierhoeken en cirkels. Alles wat we in die hoofdstukjes hebben gezien, gaan we nu herhalen in één oefening. Afhankelijk van deze oefening ga je dan zien leerweg 1 of leerweg 2. Nadat ze een bepaald stukje theorie gezien hebben, gaan ze in feite een soort toets afleggen, een leerwegwijzer. En afhankelijk van hun resultaat gaan ze dus leerweg 1 volgen, waarbij dat de stukjes theorie opnieuw herhaald worden en dan makkelijke oefeningen worden gemaakt. Ofwel krijgen de leerlingen leerweg 2, waarbij dat ze volledig zelfstandig en dieper op de leerstof in feite kunnen ingaan. Als ik een toets maak en als die niet zo goed is, kunnen we kiezen tussen leerweg 1 of leerweg 2. En ik vind het heel handig voor leerweg 2 dat we de leerstof nog een keer kunnen herhalen met hulp. Goed, wie 8 heeft of meer op 12, die mag naar leerweg 2. Wie minder heeft dan 8, die gaat straks met mij samen zitten voor leerweg 1. Als we kijken op de markt naar methodes die aanwezig zijn, laat iedereen wel differentiatie toe, maar in de organisatie moeten leraren dat zelf doen. Met Optimaal gaan we een stapje verder. Jullie hebben een pioniersrol te vervullen, hè? Dus al die zaken die jullie op de markt brengen, je merkt dat ook, dat onderwijsmensen aan het denken zet als uitgeverij. Ja, tonen jullie, kijk, dit is allemaal mogelijk. En je merkt ook dat leerkrachten daarop inpikken. Optimaal is een methode waar er lesplezier in zit. Lesplezier wat ik toch soms in sommige wiskundige methodes denk van, dat had er wel mogen inzitten. De tijd dat wiskunde saai was, is verleden nu. Het leuke aan deze cursus vind ik dat er zo veel praktische dingen in staan. Zoals met die kubusjes en met die vliegertjes vouwen en zo. Dan weet je ook hoe dat er in het echt uit kan zien. Optimaal wordt net als onze andere methodes ondersteund door een totaal nieuw platform, Didit. Op de computer is er ook een website van de cursus waar je nog extra oefeningen op kan maken. En die zijn ook altijd heel duidelijk en ook nog wel leuk. Het is vernieuwend voor het vak wiskunde Optimaal Go, waarbij dat we heel veel kunnen gaan differentiëren binnen in het vak.